En volgens afspraak legt Thomas de wedstrijd stil en gaat Danny van der Kerkhove voor de laatste keer het veld uit bij PSV. 18 jaar betaald voetbal. Bedankt van het publiek. Op zijn avond. Op de schouders van Søren Lerby en Gerald Vanenburg. Willy van der Kerkhove die verder gaat met zijn maatschappelijke carrière. Gezien zijn bijnaam een zeer toepasselijke maatschappelijke carrière. Want hij werkt al fulltime bij een schoonmaakbedrijf. Met zijn 7-jarige zoontje Mike in de armen. Zoals de dank van het publiek aan Willy van der Kerkhove is, ook andersom in de vorm van deze ereronde. En rechts met bril staat Antoinette van der Kerkhove, haar Willy op te wachten. Willy die nog een keer geniet van de aanhankelijkheid van het publiek die hij zich in de loop der jaren heeft verworven en die hij ook heeft verdiend. Hij maakt een onderdeel uit van de successen van het Nederlands voetbal in het begin als deelnemer en in latere tijd zelfs als opleider. Met René. Namens voetbal in het Nederland, Willy, bedankt. Gerets en Van Aarle en manager Kees Poelsma. De afscheid van Willy van der Kerkhove. Eddie Poelman, die verslag van de wedstrijd deed en ook een kleine samenvatting maakte, de carrière van Willy van der Kerkhove, is daar in dat stadion gebleven. En ik neem aan dat hij nog met Willy gaat praten. We gaan terug naar Eindhoven. Die ereronde, dat deed je iets, hè? Ja, dat was een zeer zware ronde, moet ik zeggen. Ja, dit is iets waar je misschien als voetballer nooit meer maakt. Ik maak het dan gelukkig mee. Want het is een fantastische ronde om afscheid te nemen van zo'n fantastisch publiek. Dat doet echt pijn. En ik geloof dat het die ereronde de zwaarste wedstrijd van mijn leven was. Is het nou echt afgelopen? Want je hebt al eens eerder gezegd dat het afgelopen was. En toen stond je nog in een halve finale tegen Real. Ja, dat was toen zo, maar er was meer op aandraaiing. Nee, we hebben nu echt definitief besloten. Eindje Davids keert niet meer terug op de Waalandse voetbal, tenminste niet op topniveau. Het is prachtig geweest, ik heb een fantastische tijd gehad bij PSV en ik heb een schitterende afsluiting gehad, dus ik absoluut geen gedachte om nog maar 1 seconde terug te keren. Kijk eens heel snel terug op die 18 jaar betaald voetbal. Je bent gekomen in een periode dat Nederlands voetbal internationaal top was. Nederlands afval is nu weer internationaal top en daartussenin heb je toch ook een dal meegemaakt. Ja, het was niet zo'n prettig dal. We hebben toch elke keer dicht tegen de kwalificaties aangezeten met het Nederlands elftal. We hebben kampioenschappen niet meegemaakt met PSV. Minder periode gekend. Ik heb de hoogbloei meegemaakt. Geen bloei meegemaakt in een tijdje. En nou weer de bloei in het Vlaamse voetbal. Nou, ik heb dus 3 generaties meegemaakt. Maar ik moet zeggen, het is een hele ervaring geweest en een schitterende tijd. Jij bent, zonder dat negatief te bedoelen, in tegendeel gezien vanavond, steeds een dienende speler geweest. Dat loont dus ook. Dat loont zeer zeker. En het is in mei, als je dan een beroemde wordt, zoals de stafzuiger naar voren komen, wat voor mij een eretitel is, vind ik het gewoon fantastisch.
dat ik heb kunnen doen voor een ploeg spelers waar ik altijd met veel plezier aan voor gewerkt heb. Ik denk dat het in elftal onbeheerlijk is om zo'n speler in de ploeg te hebben. Wat kan je met 18 jaar die ervaring in je achterhoofd meegeven aan de generatie die nu actief is en die nog komt? Misschien heel veel, zeker voor de jongere spelers kan ik nog van vele waal zijn bij PSV. Ik wil daar ook best overbrengen. De spelers nemen ook, ook goed van me aan. En ik denk dat ik een best waardevol kan zijn voor PSV. Zeker op het gebied van ervaring, wat je toch ook weer vanavond ziet dat de oud-Europese selectie toch aardige tegenstand kan bieden als er niet professioneel van de andere kant gevoerd wordt. Welke rol zie je nog voor je wegleg? Een dienende rol als... Als een soort functie wat veel oudspelers gehad hebben bij clubs, zoals Marian Drutter eentje rondloopt, zoals er bij Eusebio bij Fieke rondloopt. Nou, in dat soort rol wil ik graag gaan functioneren en daar zijn we al druk over doen om die rol in te vullen. Het is dus geen 100% afscheid? Het is geen 100% afscheid van het voetbal, maar wel 100% afscheid van de echte topvoetbal hier op de Groene Mat. Dat was